deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke nieuwe extra video deze week. Dus deze week komen er 3 video's online. En deze video is weer in samenwerking met Ethos. Ik maak dus 1 keer in de maand een video in samenwerking met Ethos. En die komt dan als extra video op mijn kanaal. En vandaag heb ik er weer zo eentje. Vandaag gaat het over mijn make-up bag. Ik ga het hebben over alle make-up producten die ik bijna altijd meeneem. Ik neem niet altijd al mijn make-up mee, maar als ik make-up meeneem, neem ik deze producten mee, omdat die heel handig zijn om bij te werken. En voor dagen als ik echt van ochtend tot avond lang weg ben, wil ik altijd rond 4-5 uur zo mijn make-up een beetje bijwerken. En dan heb ik gewoon alles bij in deze make-up tas. Super handige tas. En ja, het zijn gewoon hele handige producten om mee te nemen to go. En het is allemaal heel makkelijk. Je hoeft niet heel veel mee te sjouwen. Dus ben je hier benieuwd naar? Vergeet dan vooral niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Nou, ik heb hier mijn make-up tas. Deze make-up tas is niet van de Ethos, maar van de Kiko. Ik vind deze super handig omdat hij hieronder zo een rits heeft, waardoor je hieronder kwasten en zo kunt doen. Maar bij de Ethos heb je ook echt genoeg make-up tassen die je kunt halen voor iets goedkoper dan deze van de Kiko. Want deze was best wel duur. Nou, hij zit nou helemaal vol. En zoals ik al zei, onderin zitten dus mijn kwasten en sponsjes die ik meeneem. Ik neem afjes niet al mijn sponsjes en al mijn kwasten mee. Alleen maar die echt nodig zijn. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben. Ik ga het eerst even hebben over de make-up die hier allemaal in zit. Ik ga het niet per se op volgorde laten zien. Alles is hier nou gewoon ingedouwd en ik pak gewoon random make-up eruit en zal er iets over vertellen. Nou, iets wat echt super super handig is om mee te nemen en altijd wel helpt om je gezicht weer te fixen als het een beetje een puinhoopje is, is Fixing Spray. Deze is van Revolution. Ethos verkoopt ook Revolution. Niet het gehele collectie, want make-up Revolution heeft een super super grote collectie. Dit is de Hyaluronic Fix Hydrating Setting Spray. Ik vind deze heel fijn omdat die mijn gezicht gewoon weer helemaal mooi hydrateert. Vooral omdat mijn huid een beetje neigt naar de droge kant, kan ik na een aantal uren best wel een droge patchy huid hebben. En dan als je een beetje fixing spray spreekt, dan is alles weer boem gefixt. Dus dit is echt super handig om mee te nemen, vooral voor lange dagen. Dan heb ik hier mijn LOV Love Sun Blurring Bronzer. Dit is echt een super mooie bronzer. LOV is een vrij nieuw make-up merk bij de Ethos. Maar nou is hier al wel een tijdje. Dus ik denk dat veel mensen dit merk al wel kennen. Ik heb deze bronzer in de kleur 020 Seductive Bronze. Super mooie matte bronzer. Ik hou van matte bronzers. Ik merk toch dat de betaalbare bronzers vaak een beetje glitterig zijn en niet altijd mat zijn. Dus matte bronzers die betaalbaar zijn, zijn wat moeilijker te vinden. Maar dit is er dus zo eentje. Hij is niet super goedkoop. Hij is 10 euro. Dus het is wel een beetje aan de dure kant qua drugstore producten. Maar deze is wel super mooi en hij gaat gewoon lang mee. En hij is gewoon makkelijk mee te nemen omdat hij niet zo groot is. Bronzen vind ik handig om mijn eigen weer een beetje op te bronzen na een dagje uit. Want ja, bronzer en blush en zo vervaagt toch altijd wel een beetje. En dan is het fijn om weer een beetje kleur in je gezicht terug te brengen. LOV zit een beetje in de prijskategorie van Maybelline. Dus niet echt heel goedkoop, maar obviously ook niet duur. Want het is gewoon te koop bij de Ethos. Dus alles wat te koop is qua make-up bij de Ethos zal nooit super duur zijn. Over poeders gesproken. Ik heb hier mijn favoriete Ethos blush. De Ethos Beautiful Blush in de kleur Sun Loving Scent. Deze kleur is echt geweldig. Ik heb deze blush al ver voordat ik samenwerkte met Ethos. Ik heb deze echt al een jaar of zo. Deze kleur is zo mooi. En wat ik ook handig vind aan deze kleur is dat hij op zoveel huidskleuren werkt. Ik ken mensen met een hele donkere huid die vinden deze mooi. Ik vind deze mooi. Ik weet ook zeker dat hij op een lichtere huid mooi zal zijn. Hij is gewoon heel mooi. Hij is mat. Dit is de kleur als je swatcht. Het is gewoon heel mooi. Het is echt een alledaagse kleur. Niet zo roze of niet, ja, niet heel fel, maar gewoon heel mooi nude. Ik neem ook altijd blush mee. Want qua poeders is het allereerste wat vervaagt op mijn gezicht blush. En blush is het makkelijkste om weer een beetje leven in je gezicht terug te brengen. Dus bronzer en blush. Deze twee zijn de makkelijkste manieren om weer een beetje kleur terug te brengen in je gezicht. Vooral als je heel moe bent. Ik weet niet hoe het zit met jullie, maar als ik moe word, word ik een beetje bleek en een beetje bled. Dan is het fijn om weer een beetje kleur terug te brengen. Oh, by the way, voor de mensen die benieuwd zijn naar deze make-up look, hij staat op mijn Instagram. Dan heb ik hier, niet te vergeten, highlighter. Dit is de Essence Glow Baked Metallic Highlighter in de kleur 020 Like You're Doing What You Love. Favoriete Essence Highlighter. Serieus, van alle Essence Highlighters die ik heb, is deze echt geweldig. Hij is super fel. Kijk dit dan.
Dit is toch niet normaal, even serieus. Hij is wel heel heftig. Als je daar niet van houdt, is deze niks voor jou. Highlighter neem ik ook altijd mee. Want zoals ik net al zei, poeders vervagen gewoon snel. Highlighter ook. Al vind ik dat van alle poeders op je gezicht, highlighter wel het langste blijft. Tenminste, als je eentje gebruikt die een beetje goed is, kwalitatief. Deze blijft ook best wel lang, maar ik vind het toch altijd leuk als ik weer blush en bronzer opnieuw heb aangebracht. Is de blush een beetje vervaagd omdat hij er dan onder zit. En dan is het handig als je deze ook weer opnieuw kunt aanbrengen. En deze van Essence is super klein, dus heel handig voor to go. Dan heb ik hier nog een poeder. Dit is de L'Oreal True Match poeder. Ik heb hem in de kleur 3D 3W beige golden beige. Golden beige volgens mij gewoon. Dit is gewoon een matte poeder in mijn huidskleur. Tenminste, het komt in de buurt van mijn huidskleur. Vooral voor meiden met een vettige huid. Heel belangrijk om zo'n poeder mee te nemen. Want als je huid vettig is, pak je gewoon een kwast. Gewoon zo'n grote of wat dan ook. Je gaat gewoon zo in die poeder en dan kun je het gewoon zo aanbrengen op de plekken waar je gewoon vettig bent geworden. Ook mijn huid, ondanks dat mijn huid een beetje normaal slash droog is, wordt af en toe een beetje vettig als het echt super warm is. En dan is het handig om zo'n poeder opnieuw aan te brengen. Als je echt een hele vettige huid hebt, dat echt alle oliën tevoorschijn komen, neem dan ook zo'n blotting paper mee. Dat zijn van die papiertjes die je kunt deppen, waardoor de oliën minder worden. En daarna kun je er met een poeder overheen. Dit is gewoon echt, deze vergeet ik nooit. Bronzer, blush en dat soort dingen zijn toch een beetje extra. Als ik echt moet zeggen, qua basis, wat je echt mee moet nemen, is het dus echt zo'n gezichtspoeder. Want dat is gewoon super handig om je gezicht een beetje te fixen. Dan heb ik hier een foundation. Dit is echt een hele mooie foundation. Dit is de Rimmel Match Perfect Foundation. Ik heb deze in de kleur 200 Soft Beige. Dit is ook gewoon mijn huidskleur. Twisten, niet perfect. Mijn huidskleur is iets meer geel dan deze. Deze is toch iets meer rood. Maar op zich matcht die wel. Ik vind het een hele fijne foundation. Ik heb hier wel eens over gehad in een andere ethos video. Dit is een hele fijne alledaagse foundation. Hij is gewoon normaal. Hij is niks raars, niks specifieks. Hij is niet per se mat of dewy. Het is gewoon een naturel, normaal, medium dekking foundation. Foundation neem ik ook altijd mee. In principe kun je of concealer of foundation meenemen. Als je denkt, nee, ik vind foundation too much om mee te nemen, want die zijn best wel groot. Kun je ook een concealer meenemen, omdat die toch vaak wat kleiner zijn. En dit om mijn foundation en plekjes een beetje bij te werken. Bijvoorbeeld mijn foundation gaat vaak op mijn neus en bij mijn kin een beetje eraf. En dan rond, als ik mijn make-up opdoe in de ochtend, dan rond 5 uur zo begin ik plekjes te krijgen waar het van afgaat, dan pak ik gewoon een spons die ik ook altijd meeneem. Pak ik een klein beetje foundation en dan breng ik het gewoon opnieuw aan. Je zou denken, wordt het dan niet een beetje viezig of cakey als je foundation op foundation aanbrengt en nog op poeder aanbrengt en dat soort dingen. Omdat je het maar op een heel klein plekje doet, valt het bijna niet op. Dus ik raad niet aan om je hele foundation opnieuw aan te brengen op de foundation die er al op zit. Maar echt alleen maar op plekjes waar het een beetje vanaf is gegaan. Dus daarom heb ik dit ook altijd bij foundation of concealer. Een van de twee is prima. Dan heb ik hier, heel belangrijk, wimperlijm. Ik gebruik eigenlijk Duo. Ik gebruik de zwarte lijm van Duo, maar ik kan die nergens vinden hier. Dus ik heb hier even snel een andere wimperlijm om gewoon even snel een wimperlijn te kunnen laten zien. Wimperlijm te kunnen laten zien. Omdat ik dus altijd neppe wimps op heb. Als ik zeg dat ik die altijd op heb, bedoel ik ook echt altijd. Tenminste, als ik ben opgemaakt. Als ik ben opgemaakt, heb ik altijd neppe wimps op. En die neigen toch na een tijdje heel af en toe. Ik heb dat niet vaak, want duurlijm is best wel goed. Maar af en toe gaat het toch hier een beetje in de binnenste ooghoek los. Als mijn oog heeft getraind of zo. En dan is het echt handig als je wimperlijm bij hebt. Je gaat niet blij zijn als jij ergens ver weg bent en jouw wimper hangt los en je hebt gewoon geen mogelijkheid om het weer vast te maken. Want dat is gewoon rond uit verschut. Je loopt er echt gewoon verschut bij. Ik vond me eigenlijk altijd heel verschut als hij helemaal zo los hing. En dan ik had gewoon geen optie meer om hem vast te maken. Dus sinds ik dat heb meegemaakt heb ik dus altijd lijm bij. Super handig. Je haalt je wimper er gewoon af en je brengt hem gewoon opnieuw aan. No big issue. Super handig. Obvious, als je geen nep wimpers gebruikt en alleen maar mascara, neem dan een mascara mee om dat te kunnen bijwerken. Dan heb ik hier voor de lippen. Allereerst heb ik de Maybelline Superstay Matte Ink bij. Deze heb ik gewoon een beetje random gepakt. Ik neem gewoon altijd de lipstick die ik op heb op dat moment, neem ik altijd mee. Ik heb deze nu niet op, maar ik wilde gewoon even een lipstick laten zien. Maar die neem ik dus altijd mee om het bij te werken. Want lipstick gaat er altijd vanaf, maar dat weten we allemaal natuurlijk wel. Ook liquid lipsticks, bij mij tenminste, want ik heb best wel droge lippen, gaan ze hier vaak een beetje eronder vanaf en zo. Dus ik heb die altijd bij. En wat ik ook altijd bij heb, ondanks welke lipstick ik op heb, wat ik ook op heb, ik heb altijd een clear lipgloss bij. Deze is van Essence en ik heb ook echt altijd deze bij. Dit omdat ik
echt best wel droge lippen heb. En vaak na een aantal uur heb ik gewoon geen zin meer in dat droge gedoe op mijn lippen. En dan wil ik gewoon met een gloss eroverheen. Dus daarom heb ik deze ook altijd bij. Je kunt een lipgloss meenemen of een lipbalm. Dat maakt in principe niet uit. Maar voor mensen met droge lippen, neem altijd iets mee qua gloss of balmpje. Nou, dan is mijn tas verder leeg. Dit was alle make-up die ik meeneem. Hieronder heb ik de kwasten en de sponsjes die ik meeneem. Die ga ik ook even laten zien. Allereerst heb ik altijd een spons bij. Deze is van Real Techniques. Deze heb je ook gewoon bij de Ethos. Super fijne spons. Ik had het een keer in een video erover dat ik deze spons niet fijn vond. En iedereen zei allemaal van, volgens mij heb je de verkeerde. En ik had inderdaad ook de verkeerde. Dus nu heb ik de goede. En deze is dus echt super fijn. Spons is handig om je foundation mee aan te brengen. Poeder mee aan te brengen. Je kunt hiermee aanbrengen wat je wilt. Ook als je een vlekje hebt in je gezicht of wat dan ook, is het heel handig om met een spons er gewoon zo overheen te gaan, waardoor het gewoon weggaat. Dus een spons is echt een fixer voor alles. Qua kwasten heb ik altijd bij om mijn poeders mee aan te brengen. Ik heb altijd een highlighterkwast bij, obvious voor de highlighter. Ik heb altijd een bronzingkwast bij. Deze gebruik ik voor bronzer en voor de poeder voor over mijn hele gezicht. Ik vind het too much om twee grote kwasten mee te nemen de hele dag. Dus ik gebruik gewoon eentje voor allebei die poeders. Maar breng het dan wel aan in de volgorde van eerst de poeder voor op je gezicht en dan pas de bronzer. Want de bronzer is donkerder. En als je kwast eenmaal donker is en je gaat ermee helemaal over je gezicht, wordt je hele gezicht donker. En dat wil je niet. En als laatste mijn Real Techniques Blush Brush. Mijn favoriete kwast, Real Techniques. Kwasten zijn gewoon te koop bij de Ethos ook. Super fijne kwasten en relatief betaalbaar. Deze is dus voor de blush. Super fijn, heb ik ook altijd bij. Dus dit zijn de drie kwasten die ik altijd bij heb. En een spons. Ik wissel altijd qua spons. Hangt er gewoon vanaf welke spons ik die dag heb gebruikt. Die neem ik dan ook gewoon mee. Nou, dit was dan mijn make-up bag. Het was al een aantal keer gevraagd, maar ik heb op de een of andere manier nooit zo'n video gemaakt. Dit is alle make-up en de kwasten en de sponsjes die ik altijd meeneem. Super handig om je make-up te kunnen bijwerken. Nogmaals, dit doe ik echt alleen als ik echt een hele dag weg ben of heel lang. Als ik weet dat ik maar heel eventjes weg ben, dan neem ik alleen maar mijn lipstick en mijn lipglossjes mee. En wimperlijm. Wimperlijm, ik ga niet van huis zonder wimperlijm. Dus ja, dat is dan gewoon wat ik meeneem. Laat me weten wat jullie meenemen. Hebben jullie nog tips en tricks qua make-up bijwerken? Laat ze gewoon hier allemaal weten onder deze video in de comments. Zo kunnen we allemaal elkaar helpen. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan zal ik alvast hier twee video's neerzetten die jullie alvast kunnen gaan bekijken. Want ik heb superveel video's die iedereen kan bekijken. Dus vergeet vooral niet ook nog een andere te kijken. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Die komt zondag om 1 uur. Doeg!